Ja, ik heb gekeken naar de situatie op de arbeidsmarkt voor de niet-westerse allochtonen. Ja, als je kijkt naar lange tijd heeft de overheid zich zorgen gemaakt over die positie. En er is nog steeds wel reden tot zorg. Maar de afgelopen 5, 6 jaar heeft zich een enorme verbetering voorgedaan. De werkgelegenheid is toegenomen, werkloosheid is afgenomen. Met de recessie is dat weliswaar iets minder goed geworden, maar het is nog steeds een stuk beter dan zeg maar 2004, toen we met de vorige recessie geconfronteerd werden. We hebben een periode gehad waar de werkloosheid het zonderlijk laag was. Als je kijkt naar de werkloosheidscijfers in Europa, dan is Nederland al jarenlang zit onderaan, de laagste werkloosheid. Het bijzondere is eigenlijk dat als je kijkt naar de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen, dat is zo'n 8 tot 10%, zeg maar, wat vrij hoog is van Nederlandse begrippen. Maar als je internationaal gaat kijken, is dat niet eens zo bijzonder. Dus de werkloosheid onder de groep die het meest last heeft van de slechte arbeidsmarktpositie is vergelijkbaar met de gemiddelde werkloosheid in onze omringende landen. Dus de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen in Nederland is vergelijkbaar met de gemiddelde werkloosheid in Duitsland, in België, Frankrijk en Engeland. Een van de redenen waarom de werkloosheid in Nederland internationaal gezien zo laag is, is omdat het zo lijkt te zijn dat Nederlandse werkgevers meer geneigd zijn dan buitenlandse werkgevers om hun personeel vast te houden. Die werkgevers, ik vermoed dat de werkgevers denken, nou die crisis die is binnenkort weer voorbij. En als we nu ons personeel af laten vloeien, dan zitten we zo dadelijk met het probleem. En ze hebben dus die ervaring gehad in een krappe arbeidsmarkt, valt er niet altijd mee om goed personeel te vinden, dus laten we ons personeel nu maar vasthouden. Nou, welk personeel houden ze dan eerder vast? Dat zijn de hoger opgeleide. En de lager opgeleide, die, waarvan men denkt, ja, die kunnen we toch weer makkelijker uit die markt trekken als de arbeidsmarkt schaars wordt, die lager opgeleide laat men eerder afvloeien. Dus dat betekent dat de huidige crisis, het vooral de laag opgeleide zijn, en daarmee ook de niet-westerse allochtonen, omdat die gemiddeld gezien een lagere opleiding hebben, die de gevolgen van de crisis ondervinden. En als je kijkt dat de afgelopen jaren dat die arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen zo enorm verbeterd is, dan heb ik het echt over een heel sterke daling van de werkloosheid en een toename van de werkgelegenheid, dat als zich in de toekomst zich weer nieuwe schaarste op die arbeidsmarkt zal voordoen, en ja, dat zal over 2, 3 jaar vanaf nu gerekend, zul je er waarschijnlijk al iets van kunnen zien. Dan verwacht ik weer dat die tendens van verbetering van de arbeidsmarktpositie zich doorzet. Het blijkt gewoon zo te zijn, als er maar voldoende schaar zit op de arbeidsmarkt, dan zijn werkgevers ook geneigd om die groepen die wat verder van die arbeidsmarkt afstaan, ook een kans te geven.